Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. It's a new day, it's a new life. Nee, dat is niet waar. Maar ik hou altijd van maandag. Lekker frisse nieuwe week. Start van de week, heerlijk. Helemaal weer opnieuw beginnen. Het voelt altijd als een soort nieuw begin of zo. Ik weet niet. Zondagavond vind ik altijd een soort deprimerend. Afsluiter van de week. Ik weet niet, ik vind het zo erg. Ik heb dat ook altijd aan het einde van de vakantie. Dan moet ik altijd gewoon huilen. Dat ik dan vol, niet per se het gevoel nog dan weer met mijn normale leven zo begin. Maar gewoon een afsluiting van een mooie tijd. Nou, ik heb gewoon een leuke week gehad. En ik vind mijn werk gewoon zo fucking leuk. Dat ik helemaal blij ben. Ik ga nu ook helemaal blij erheen. Het is 8:30. Ik ga er even iets eerder zijn. Vandaag beginnen dus drie nieuwe stagiairs. Heel erg benieuwd. Het wordt helemaal gezellig. En ja, ik ben nu aan het auto rijden, dus ik ga zo. Nou jongens, het is alweer het einde van de dag. En ik begin nu pas met vloggen. Ik heb wel de vlog geopend, by the way. Zware dag gehad, meid. Ik ben helemaal klaar. Ik ben kapot. Ik ga nu nog een liefdesbrief door in mijn brievenbus. Ik ben zo. Ik kwam mezelf echt uitlachen. Ik heb lekker kaarsjes aangestoken voor de vibe. Voor de vibe. Al 5 minuten voor me weggaan. Ja, ook echt dat. En ik ben fucking erg doorgelekt. Nou, dat is echt. Hoe is jouw maandag? Gewoon dat. Morgen hebben we een fotoshoot. Dan moet ik ook nog even regelen. Kan ook woensdag. Nee, dat gaan we morgen doen. Dat gaan we morgen doen. Ja. In één uitzending. Dus dan wil ik wel even er fliekje uitzien. Iedereen doet het op? Nee. Ik zie nu wel niet. Je witte vagen en zwarte plek. Ik weet nog, want de S toen met z'n vier zat, zat echt de helft. Jij en ik zaten altijd echt gewoon met onze armen helemaal buiten. Je moest echt op elkaar zo zitten. Ja. Dat vond ik hier was de eerste video toen. Was ook druk, ik wist niet eens aan kijken elke keer en zo. Was te druk. Ja, dat toen was echt één. Ja, ik ben niet met iemand de video met z'n video opgenomen. Nee. Of drie of twee. Dat was echt één kakelhok. Het sloeg nergens op. Het was alleen maar met elkaar lullen de hele dag. Dat was toch die video over. Oh, dat ze waren dronken. Ja. Maar weet je nog dat we geen stopt en iedereen ging TikTokers maken? Ja. Iedereen ging allemaal dingen doen en maar even zaten ook. En iedereen had echt helemaal zijn eigen TikTok. Oh ja. Drie. Maar doen we trouwens niet iets van vragen, maar gewoon echt alleen proeven. Nee, ik denk dat we al veel te veel over... Ja, maar ik denk hier heel veel over... Wij kunnen Hoi allemaal! Oké, jongens, even tussendoor. Ik heb echt een super, super leuke samenwerking waar ik echt al weken naar uitkijk. Het is al een tijdje geleden afgesproken. En hij gaat nu online omdat het Black Friday sale is. Ik heb dus een mega vette leuke samenwerking met de webshop Coco Panda. Coco Panda is een super snel groeiende beauty website. Met echt de beste beautymerken, de bekendste beautymerken. Echt elk high-end, maar ook Essence, Catrice, maar ook Laura Mercier en Elizabeth Arden. Echt al die shit gewoon. Hebben ze daar. En ik heb daar producten mogen uitkiezen voor €300. Echt super nice. En ik heb mijn favorietje uitgekozen. Ze hebben ook heel erg skincare. Daar heb ik ook wat producten voor. Daar ben ik ook de laatste tijd helemaal mee bezig. Ja, die ga ik aan jullie laten unboxen. En ze hebben nu sales op die mega vette merken van 20% tot 60%. Ze lopen op van 20% tot 60%. Dus wil je een cadeautje kopen, zou ik dat zeker daar doen. Of... ja, treat yourself, zou ik zeggen. Maar ja, voor een ander stuk super chill als je van die fucking chillen merken met super veel korting kan kopen. Dus ik zal even het linkje in de beschrijving checken als het jullie was. En dan ga ik nu even laten zien wat ik heb. Ik heb echt mijn favorite. Oké, ik ga gewoon beginnen met dit. Dit is van Biotherm. Dit is een best wel bekend skincare merk. En ja, dit bevat gewoon alleen maar... goede producten zitten geen heel erg op natuurlijke basis en zo. En dit is een body milk. Anti-drying body milk. Nou, hartstikke handig voor in de winter. Als je weer een beetje droge benen krijgt en zo. Is het echt belangrijk om je huid goed in te smeren. Dit verzorgt het gewoon echt goed. En de bottle is 100% recycled plastic. 48 uur hydration. Dat is nice. Dan... heb ik mijn favoriete parfum, Black Opium. Ze hebben echt letterlijk elke parfum die hier zo wat bestaat. Verkopen ze er ook.
Ik heb hem in de... Hoeveel milliliter heb ik ook weer? 50 milliliter. Oh, 50 milliliter. Ja, I love the Black Opium. Echt voor de feestdagen is dit zo'n lekkere parfum. Hij is best wel zomaar sterk, maar dat vind ik juist chill. Vooral voor met kerst en gewoon de feestdagen en zo. Mag je een heftige parfum is wel lekker dan. Maar ja, zoals ik zei, ze hebben echt heel veel parfums. Dus ja, wil je voor je vriend of voor je vriendin een luchtje kopen, zou ik het echt zeker daar doen met lekker veel korting. Oh ja, zo lekker. Like it. Deze samenwerking is dus betaald en gesponsord. Dus dan weten jullie dat. Heb ik hier een van Shiseido. Ik kan het net uitspreken. Shiseido. Een concealer stick. En ja, ik heb deze dus vet vaak op mijn TikTok voorbij zien komen bij allemaal beauty gurus. En deze was echt helemaal chill of zo. Ja, het is een concealer stick. En mijn concealers zijn eigenlijk allemaal op. Oh my god, hij is echt zo gepigmenteerd. Ik heb dus heel weinig high-end. Ja, ik heb echt een TikTok en alles ruik. Maar dure make-up merken. Omdat ik gewoon scared ben om te kopen. Omdat ik gewoon geen verstand van heb en denk ik wat moet ik kopen. En het is zo duur, denk ik help. Maar nu kan ik het lekker uittesten. Dus super fijne concealertje. Dan heb ik hier van Dermalogica. En dit is een pre-cleanser. En dit, ja... Verwijder alle soorten make-up resten, sunscreen, oil of gewoon al de shit reinigt het uit je gezicht. Want heel vaak als je gezicht reinigt met, ook al met goede make-up remover, blijft er gewoon fucking veel shit achterhangen. Waar je dus onzuiverheden van kan krijgen. En dit is een pre-cleanse. Wat je dus gewoon altijd voordat je je make-up gaat doen, gewoon even goed je gezicht kan cleansen. Dus hier ben ik super blij mee. En ik heb ook een hele vettige huid. Dus ik hoop dat dit er een beetje bij gaat helpen. Dan heb ik de Elizabeth Arden Lip Balm. Ik heb hier altijd veel over gehoord. Deze bevat ook SPF. Wat eigenlijk ook als winter heel belangrijk is om te dragen. Ook voor je gezicht sowieso. Als winter doe een sunscreen iets in je skincare routine. En deze lipbalm bevat dus ook dat. En er zitten allemaal goede spulletjes in waar ik geen verstand van heb, maar wel veel over heb gezien. Dus Elizabeth 8 Hour Cream. Ja, er altijd veel voor gehoord. Schijnt helemaal het dusje te zijn. Dan heb ik van Kérastase, heel erg chill merk, de 8 Hour Magic Night Serum. Een overnight serum voor dry hair. En mijn haar is de laatste tijd echt... Nou, ik ben echt niet tevreden met mijn haar. Ik had altijd echt vet lang haar. En nu is het echt gewoon dood. Omdat ik het gewoon heb geverfd. Er niet goed mee omga. Dus let's oil it up. Ja, het is echt vet groot. Zo ziet het eruit. En ja, dit moet je dan... Het is een serum wat je in je haar moet doen. En het schijnt helemaal goed te zijn. Ja, 8 Hour Night Serum. Helemaal benieuwd. Dan heb ik daarvan ook de conditioner en de shampoo volgens mij. Maar dan van de gewone lijn. Nourishing Blow Dry Care for Dry Hair. Oeh, dit ruikt lekker. Het lijkt al kerst, jongens. Het is niet normaal. Echt, ik kan nog steeds niet geloven dat ik dit allemaal krijg of zo. Ja, ik vind het zo fucking leuk. Dit is echt every girl's dream gewoon. Please, mensen die hier verstand van hebben, laat me weten in de comments. Want ik heb er dus allemaal nog geen verstand van. En dat wil ik wel. Ik wil echt meer aan verzorging van mijn huid en mijn haar en zo doen. Maar ik heb er gewoon dus gewoon niet zo heel veel verstand van. Maar dit is, het ziet er zo uit. Ja, het zijn gewoon allemaal goede spulletjes van je haar. Oh, dit ruikt ook eens lekker. Er is ook een leave-in. Gewoon lekker... Alles lekker verzorgen. Helemaal chill. Dan heb ik hier een van Biotherm een day cream. Het schijnt ook helemaal goed voor je te zijn. Ik voel me helemaal, helemaal shit. Dat is een hele mooie dagcreme. Het ziet er zo uit. Het ziet er echt heel fancy uit allemaal. I'm in love. Oh, dit ruikt ook wel lekker. Het is echt veel. Wow, het is echt een grote pot ook.
Maar ja, ik zal jullie sowieso nog updaten in mijn vlogs over al deze producten. Ik kan er nu niet te veel over zeggen, want ik heb het allemaal nog gebruikt. Ik kan helemaal zeggen van, dit is shit, maar dat weet ik nog niet. Dan heb ik heel erg mooi blush paletje van Anastasia. Ze hebben ook echt vet veel make-up merken. Echt geweldig. Dan heb ik een mooie blush. Bijna elke make-up merk dat je kent, ook echt de balm en zo. En fucking zieke make-up. Dat je altijd bij Beauty Guru ziet. En hoe chill dat je het gewoon met korting kan krijgen. Oh my god, I love it. Anastasia. Lekker spiegeltje erbij ook. En drie hele mooie kleurtjes. En het echt felle kleurtjes blush. En ik ben de laatste tijd helemaal van blush. En ik heb geen goede blush. Ik gebruik er nu een van Essence of zo. Van Nutrice. Maar ja, deze is heel chill. Weet ik nog niet, maar lijkt me geweldig. Dan heb ik twee droog shampoos. Want ik ben echt fan van droog shampoo. Eén van Sebastian. Ja, dit is gewoon een droog shampoo. Sebastian is best wel bekend haarmerk. En één Ultra Volume. Ik heb namelijk ook één van Batiste met Ultra Volume. En die heb ik nu ook in. Die is echt de shit, jongen. Oh, wat voor volume geeft dat. Dus twee droog shampoos, want ik ben echt fan van droog shampoo. Het geeft echt mijn leven dat ik niet te veel mijn haar hoef te wassen. Dan heb ik van Tangled Teaser een Wet Tangling Hairbrush. Ik heb namelijk denk ik ook geen goede borstels. Echt, volgens mij is dat zo belangrijk als je een goede borstel hebt voor je haar. Ik heb het echt niet. Ik heb gewoon letterlijk één al 10 jaar ooit gekocht ergens in Oostenrijk. Bij een of andere kruidvat. Maar dan geen kruidvat, maar een kruidvat daar. Hoe noem je dat? Een drogisterij. Maar deze van Tangle Teaser. En ja, deze is denk ik fucking chill. Voelt nu al zo aan. Oh, en ik wil er wel in met een handvat. Dat vind ik dus heel erg fijn. Ik wil er niet te hard doorheen, want volgens mij is dat dus ook weer niet goed. Ja, ik weet het ook allemaal niet, jongens. Ik heb omgeven zat. Fucking chill. Dus ja, lekker een goede, echt een goede borstel, zeg maar. En dan, dit is een Shilas, een mirror met lampjes. En dat is echt fucking chill. Ik weet niet alleen niet of dit op batterij of zo is. Dat moet ik even zien. Dit is echt, oh my god, hij is groot. Hij is echt groter dan ik verwacht. Hoe werkt dit? Ik denk dat het op batterij is, ja. Ja, het is op batterij, maar ik heb hier op het moment bij stand geen batterijen. Dus dat moet ik dan thuis even zien. Oh my god, maar hij is fucking groot. Ik ben er gewoon soort helemaal stil van. Ik kan het er niet geloven dat ik dit allemaal heb gekregen. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus heel erg bedankt ook Panda. Ik ga jullie zeker updaten over alle producten sowieso. Ben je nog op zoek naar cadeautjes met veel korting? Check ook op Panda. Link staat in de beschrijving. En geniet van hun Black Friday deals. Zo, guys. Het is inmiddels alweer 12:30. Ik heb vanavond gefilmd met Anne en Nina. We hadden een Amerikaans snoepproef video. Als jullie deze video zien, komt die aankomende vrijdag of zaterdag online. Dus hij staat nog niet online. Echt super leuke video geworden. Ik had nog nooit een Amerikaans snoepproef video opgenomen. Maar echt amazing. Het was zo leuk. Echt, ik wil het echt vaker doen. Gewoon, ik hou echt van nieuw eten ontdekken. En proeven en smaken en dingen ontdekken. En eten gewoon in het algemeen hou ik heel erg van. Dat komt alleen maar vanuit. Ik ben me nu gewoon lekker aan het klaarmaken. Het is alweer veel te laat geworden. Het uur op mijn telefoon beneden op de bank. Dus ik ga lekker mijn bedje in. En morgen weer werken dus. Life goes on and on and on and on. I just broke away with my ex. And that's a fucking lie because I'm still in love. Ik ga lekker slapen. Good night, my love. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Holy shit. Ik heb opgemaakt behalve mijn mascara. Dat doe ik even op werk. Want ik heb geen tijd meer. En ik ga nu snel. Ik heb dit dingetje aan van Naked. Met een zwarte flare en sneakers van Naked. Hallo guys. Ik heb net een shoplog opgenomen voor Lounge. Ah. Wajo, ik heb zoveel leuke items. Deze video staat online, want het is van de Black Friday sale. En ik heb mijn camera nog op een statief. Daarom
film ik zo raar. Maar nu het toch helemaal in deze setting stond, dacht ik, ik laat alvast mijn Chiquelle shoplog zien. In ieder geval, ik heb van Chiquelle items mogen ontvangen. En hun hebben ook Black Friday sale. En dat wilde ik nog in de week voor laten zien. Dus ik dacht, no better way moment voor om te doen dan nu. Want nu heb ik alles al in de setting. Het lijkt echt helemaal of ik een shoplog geef. But that's not the vibe. Ik heb de vibe. Ja, living rent free in my head. Oké, huge Chiquelle shoplog for the winter. Ik ben nu altijd al weer vergeten wat ik heb besteld. Ik ben heel blij als ik het zie. Ja, ik zie veel leuke kleuren groen. En ik heb een groen. Ga ik dit doen? Ja, dat ga ik doen. Oké, ik heb veel truien. Een trui. Oké, dus eerst deze trui. Leuk. Beige. Leuke print. Ik heb echt veel van deze truien. Dit soort truien van Chiquelle. Deze. Oh ja, en dan heb ik deze nog. Ook heel chill. Ik kan wel zeg maar wel zeggen dat ik best wel obsessief ben met dit soort truien. En ja, ik heb er nog één bij. Ik vind ze gewoon heel lekker zitten. Maatje S, denk ik. Ja, maat S. Dan heb ik nog zo'n soort trui. En deze is, oh, deze is heel leuk. Deze vind ik nog leuker, als ik dat mag zeggen. Dit is in de maat S ook. En deze heeft een bordeaux rode tint erbij. En in het wit. Die andere is weer bij, ze is echt wit. Ja, dit kun je met zoveel leuke dingen stylen. Leuk blouseje eronder of zo. Echt in lol. Dan heb ik een hele leuke groene trui. Met een kool. Leuk, lekker groen, lekker fel, lekker leuk vibe. Nee, die moet ik echt kapper. Dat kan echt niet. Maar leuk groen kool truitje. Altijd goed. Dan heb ik hier een legging. In het kleur beige. Met een rits aan de zijkant. Oh, ik ben heel benieuwd hoe deze zit. En deze heb ik in de maat 38. Leuke kleur. Ja, leuk. Leuk voor onder. Oh, leuk. Dit samen zo. Heel leuk. Dan heb ik hier wat is dit? Nog een. Is dit? Oh, dit is een rokje. Oh, deze is heel leuk, jongens. Dit is dus een rokje. Hoe een leuke kleur. Deze heb ik in de maat M. Oh, wacht. Hij wordt zo. Wacht. Zo. En dan van achter zo gestrikt. Ja, ik wil dit dus morgen allemaal aan. Wat leuk. Dan heb ik hier een blouse of zo. Oh, nee. Dit is een hele leuke jurk. M, denk ik. Ja, maat M. Kijk. Die gaat zo. Lange mouwen. En dan ziet hij er zo uit. Mees. Super leuk. Dan heb ik hier een blazer of zo. Een jasje. Een soort blouse. Een hele leuke oversized. Ja, leuk ook. Zo'n leuke oversized blouse in geruit printje. Ja, ik zie dus nu al dat dit allemaal niet gaat passen meer. Dus ik moet even. Oh, ik moet echt mijn kast gaan uitzoeken en alles op Vinted gaan zetten. Maar het moet echt, want mijn kast ontploft. En ik, nou, ik weet niet. Laatste item, ook heel leuk in het groen. Een heel leuk groen vest. Hoe leuk. Helemaal leuk te combineren. Like it a lot. Dus dat waren mijn leuke items. Allemaal lekker groen en bruin en beige tint. I love it. Dat was een mini shoplog van Chiquelle. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben nog niet helemaal wakker. Merk ik. Ik ben ook niet scherp. Maar ik ga weer onderweg naar werk. En daar heb ik wel veel zin in. Nou, ik zie jullie. Oh my god, guys. Wat een gezeik. Mijn vader heeft dus corona. En nu kan ik niet naar huis. Dus wat ik ga doen is bij Stan eten, wonen.
Ik heb zo even een sushi rolletje gehaald. Want het is echt al 6 uur. En ik heb zoveel honger en stress. En ik moet nu gewoon. Ik ben gelukkig gisteren bij Stan geweest. Dus ik heb Lara niet gezien. Maar ik moet nu dus een week bij Stan wonen of zo. Ik weet nog niet helemaal zeker hoe ik het ga doen. En ik ga zo ding naar huis, mijn spullen pakken. En dan dus ik heb even een rolletje van wel. Ik kon het ook weer niet laten liggen. Als ik sushi zie liggen, moet ik dat echt eten. Mm. Maar de bus. Mijn bus die komt wel zo. Die moet ik niet missen. Mm. Wel lekker. Ik heb het gewoon gehaald bij dat Sushi Daily. In de appie. Nou, best goed aan. Best vers. Ze maken het daar ook gewoon echt. Mm. Oké, maar niet even voor mezelf. Gaan we zien wat nu handig is. Want ja, een week erg om zo is echt kut. Dus dan moet ik echt 20 koffers inpakken. Of kijken hoe ik aan mijn bus ga. Want als ik ook nog mijn bus mis. Ga ik huilen. Ik zie hem namelijk wel staan. Maar dit is te beginnen altijd, dus hij staat altijd wel even. Oh, hij gaat over 5 minuten. Nou, dat is prima. Echt, dat corona weer. Ik word er niet goed van. Mm. Het houdt gewoon maar niet op. Wat kan je eraan doen? Mijn vader is gelukkig niet heel ziek. Maar ja. Ik denk dat ik gewoon eerst even naar huis ga. Oh, mijn spullen gaan pakken. Ja, of ik ga meteen eerst even naar Stan. Ja, ik weet nog niet. Ik moet even een goed plan voor mezelf verzinnen. En hoop ik dat volgende week ga doen. Het wordt gewoon helemaal kut. Dat weet ik. In ieder geval wel. Mm. Ik ben aan het eten voor mijn leven. Anders had ik die bus weer niet. Ik heb trouwens de Crunchy California roll. Fucking lekker. Echt een aanrader. Het was wel 8 euro. Wel echt tering duur. Voor één kut sushi roll. Nou, alles is duur op Schiphol. Maakt ook niet uit. Mmm. Hij wordt echt met de hap lekkerder. Wat doen jullie als je ouders corona hebben? Kijk, stel ik heb mijn vader gisteren nog gezien. Dan had ik gewoon tijdens een quarantaine gemoeten. Maar ik heb hem al 2 dagen niet gezien. Dus dan ga ik echt niet naar huis. En het gevaarlijke hol in. Zeg maar, dat ga ik niet doen. Oké, laatste stukje alweer. Echt lopen we vrede van deze. Mmm. Ik ga snel naar mijn bus. My god. Doei. Ik ben zeg maar echt alles behalve scherp volgens mij op het moment. Maar goed. Ja, ik heb echt mijn hele inboedel gepakt thuis. Nee, dat is ook niet waar. Ik heb wel lekker een koffertje ingepakt met wat spullen. De aankomende dagen ben ik waarschijnlijk voorzien. Het scheelt dat ik gewoon lekker naar stage kan en ja, gewoon lekker wat te doen heb. Maar goed, ik ben nu onderweg naar Stan. Het is 7:15. En ja, ik haat dit echt. Ik kan vooral zeg maar met YouTube en zo, zet ik er een pakketje voor samenwerkingen of weet ik het allemaal. Het is gewoon allemaal weer kut. Al
als het allemaal door elkaar heen loopt en zo, ik ben wel wat vergeten en dan moet ik weer thuis. Nou, weet je, we zien het allemaal wel. Misschien slaap ik volgende week ook gewoon lekker bij Cecile in Amsterdam. Want het is vanaf Stan wel echt weer een half uur langer reizen, dus dat is wel kut. Nou, dus ik ga gewoon even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ja, ik ben nu onderweg naar hem. En ik ben gewoon blij dat ik niet überhaupt in quarantaine hoef. Oh, ben ik schaar. En ja, we gaan wel zien hoe deze week loopt. Ik heb trouwens een mega leuk... Nou, dit is echt mijn dream package van Coco Panda. Dat ga ik vanavond jullie laten zien. Die heb ik mee, die was bezorgd. Die ga ik laten zien, want ah, I love it. Het is echt amazing. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb mijn haar in een staart. Echt weinig. Ik heb make-up gedaan. Ik heb dit blouse van Chiquelle aan. Dit topje van Shein. En deze broek ook van Chiquelle. Hele leuke broek. En ik ga nu naar mijn werk. Nou jongens, ik heb echt een hele heftige jas aan. Van Cecile. Helemaal in het bruin ben ik vandaag. Meer met een diarreetje. Jee. Dat is echt fucking hard. Nou, wij gaan even lunch halen. Zo, wij gaan even lunch halen. Hoe is jouw week? Ja, wel goed. Ja? Ik heb meer rust aan mijn koppie. Ja, hè? Maar dus ik heb meer tijd voor creative thoughts. Ja. Leuk. En ik ga misschien vandaag naar Londen. Ja. Oh my god. Ik maar ben echt ik vind door. Het wel, want ik ben niet gevaccineerd. Ja. Nee? Nee? Ik heb altijd gezegd... Nou, ik heb gewoon gezegd... Ik praat er sowieso niet over, maar wat ik zeg is... Iedereen moet gewoon lekker doen wat hij of zij wil. Ja, maar sowieso. En bemoei je lekker met je eigen leven. Zou ik zeggen. Nou, ja. In ieder geval dus. Kijk, die hond. Oh. Maar het is echt lekker weer. Ja, het is echt heel lekker. Jongens, check. Het is echt helemaal heerly de beurly. Maar ik ga... Ja, dit hoor je niet. Oh. Je gaat naar Londen? Ja, naar Londen, want een van onze talenten die zit daar nu voor 3 weken voor modellenwerk. Oh, zit ze 3 weken? Ja, echt lang. En oh. Ze appte dat ze zich alleen voelde. Ja. En ja, ik heb toch geen flikker te doen in het weekend, dus ik denk ja. Nou, ik ook niet. Ik ga lekker wel mee. Lekker in een hotelletje daar, dat is allemaal geregeld. Zo, so, fucking chill. Let's go. Echt leuk. Let's go. Let's go. Nou, leuke talk. Op, hoe noem je dat? Ja, lekkere talk. Walkie-talkie. Dat was een... Dit ga ik nu terugkijken. Wij zijn lekker in de... Starbucks. We hebben een suikervrije karamellatte met havermelk. Helemaal gezond. Ja. Cuties. We hebben lekker Starbucks. Ik vind hem echt super lekker. Ja, ik hoor je. We hebben dus... Oh nee, ik heb al gezegd wat we hebben. Maar je proeft echt niet dat het suikervrij is. En met havermelk. Dus ik denk dat het niet heel slecht voor je is. Ik wilde eerst een nieuwe stroopwafellatte halen. Maar ja, toen dacht ik, ga je niet doen. Waarschijnlijk echt 500 calorieën in zo'n ding. Maar heel erg lekker. Echt een aanradertje. En lekker even buiten lopen. Heerlijk. Even sneeuw halen. Echt een super mooie dag. En die schoenen... Nou jongens, het is inmiddels avond. Stan en ik zijn onderweg naar Anna. We gaan bij Anna even lekker in de jacuzzi even een wijntje doen. Want we hebben niet zoveel te doen. En dacht, we gaan even gezellig chillen. Het is waar. En ja, het is nog coronatijden. Love my life. Nee, op zich merk ik het nu veel minder dan vorig jaar. Omdat ik gewoon elke dag stage heb. Jij? En ik ben echt piek. Ja, ik ga wel naar school. Ah, jij gaat naar school. Nou, oké, doei. Nou jongens, een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik weet niet wat het is, maar mijn camera die werkt opeens niet meer. Hij zegt dat de accu niet goed is en dat het een namaak accu is. Dat het helemaal niet zo is. En ik vlog hier al heel lang mee, dus heel raar. Maar goed, ik had gisteren een hele leuke avond. Ik ben nu mijn Nienke, zij doet mijn nagels altijd. Dus ik ga even mijn nagels opnieuw laten doen. Heel erg zin in om weer lekker nieuwe verse nagels te krijgen. Dus ik ga erin. Het spijt me, mijn telefoon is nog steeds, mijn camera is nog steeds kapot. Oh, had je wel geklopt. Ja, we zijn lekker aan het eten. Anne heeft lekker, oh daar ben ik wel een happy van, hè? Natuurlijk. Ik heb lekker uitzoek. Oh my god. Nou jongens, ik was naar de Mediamarkt gegaan. Voor mijn camera, maar hij is gewoon echt dood. Ja. Maar ik kwam er dus achter dat hij... Maar ik kwam er dus achter dat hij 7 jaar oud was. Dat wist die man was trouwens wel echt aardig. Hij heel aardig. Want hij heeft er eigenlijk niet mee te maken, want je hebt dat ding ook niet daar gekocht. Klopt. Maar ik ga volgende week
gaan we hierheen met Black Friday. En gaan we de hele Mediamarkt leeg kopen. Echt. Niet normaal. Helemaal zin in om dat gewoon helemaal leeg te halen. Heb je ook een andere camera? Andere. Nieuw day, nieuw camera. As always. Nou, ik heb dus mijn oude camera. Nou, dit is eigenlijk mijn nieuwe camera, maar die vind ik kut. Heb ik weer, want mijn andere camera is kapot. Dit is jammer. We zijn naar de Mediamarkt gegaan en zeiden ja. Oh, wij gaan lekker sushi halen, want we hebben echt mogen veel lekkere sushi besteld bij Sushi Point. Want als we het gingen bezorgen, moesten we 2 uur wachten. 8 uur was het er dan. Nou, daar hadden we niet zoveel zin in. Maar besef, ophalen kan gewoon een kwartiertje. Ze hebben gewoon geen bezorgers. Maar het gaat echt gewoon om het bezorgen. En het, iedereen gaat het natuurlijk bezorgen. Maar wij vinden het niet erg. Vooral, ik vind het gewoon lekker om bij Anne in de auto te zitten. En Anne vindt het chill om te rijden. Ja. Dat is toch top eigenlijk? Ja, fucking moker. Dat deed je? Ja, zo. Tik tak. Echt? Hij zei even vloggen. Oh. Vloggen. Vloggy. We hebben lekker eten. Ik dacht dat jij dit lekker vond. Kijk, want ook dat hebben we lekker voor jou besteld. Lekker yakitori. Oh. Het is zaterdagavond en ik ben gewoon broodnuchter. Het is 2:15. Ik heb die meiden net afgezet bij een feestje. Ik voel me echt een moeder. We hebben net even gezellig bij Anne gezeten. Want de broer was jarig, dus die gaf even een klein feestje, was zo gezellig. Maar ik weet niet, ik was gewoon zo katerig. Heb ik het eigenlijk wel verteld vandaag? Ik was echt super erg katerig. Ik had gisteren echt, dit heb ik wel verteld volgens mij. Nou, in ieder geval boeit het me niet. Ik was gewoon echt moe, ik ben echt tering moe. En gewoon misselijk en buikpijn. En ik zag het gewoon allemaal echt niet zitten. Dus ik heb die meiden gewoon even bij een ander feestje nu afgezet. En ik ga lekker naar huis. In ieder geval naar Stan. Want ik slaap natuurlijk nu bij Stan. En die is ook op een feestje. Dus die komt er later wel weer lekker bij liggen. Ik ben echt gewoon de hele tijd niet scherp. Door deze kut camera die niet scherp stelt. Maar goed. Ik vind het heerlijk. Gewoon lekker nuchter morgen. Frisse fruitig wakker. Lekker naar huis. Ik ga denk ik even een serietje kijken of zo. En gewoon lekker chillen in bed. En ook wel eens lekker. Ik merk gewoon echt omdat ik het zo druk heb. Dat ik in het weekend gewoon echt kapot ben. En gewoon echt geen energie meer heb om te feesten of zo. Dus echt, het klinkt allemaal zo stom, maar zo oud en. Ik weet niet, ik heb er gewoon niet zoveel behoefte aan ofzo. Nou, zo prima. Die meiden lekker een ding doen. En ik werd net gebeld door Stan of ik hem wilde ophalen. Zo cute. Hij zegt, ik kom met jou naar huis. Dus ik ga hem nu ophalen bij een feestje. Dan gaan we lekker samen naar huis. Ik wil echt zo graag frituren. Ik heb echt honger. Dus ik hoop dat Stan dat ook wil. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik ben met Nini. En we zijn bij de fucking McDonald's. Om 12:30. Ja, wat doen wij hier? Wat nou doen weer? Wij hier nou weer? Wat doen wij hier nou weer? Heerlijk. Nou, lekker. We gaan lekker eten hoor. Ik kom bij je. Echt hoor. Oh jongens, we hebben lekker Mackie. Ik heb een cheeseburger. Nini heb een filet fish menu. Oh, ja. Dit stalt dus alweer niet scherp. Kutkama, friet. En we hebben die shrimpies. Die zijn zo lekker. Oh my god. Zo schattig. Het is alweer maandagochtend en vergeet ik again te vloggen. Dat is echt altijd. Echt mijn hele auto beslagen. Ik word er niet goed van. Ik snap er ook een kut van. Maar het dan maar gewoon niet weggaat. Goed. Ik hoop dat jullie de week nog leuk vonden. Ik hoop jullie ook voor het kijken. Voor de video een leuk vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En tot de volgende keer. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!